Hallo allemaal. Hallo allemaal op deze heerlijke dag met 27 graden in Voorburg. We staan lekker tussen de planten en de bloemen hier. En dat doen we natuurlijk met een speciaal doel. Want er komt iets heel moois bij ons op de plank in oktober, hè niet? Een heel nieuw merk. Ecologisch? Ja, het is een exclusief merk. Het komt in totaal in 40 salons in Nederland. Dus dat is hartstikke weinig. Het is ook, we zijn ervoor uitgekomen, niet? Ja. Je mag er niet zomaar mee beginnen, want je hebt uitgekomen. Helemaal natuurlijk, het is groen, het is recyclebaar. Over echt alles is nagedacht. De potjes zijn van glas, de dekseltjes zijn van eikenhout uit Italië, zonder professionals. En het rubber van de pipetjes, dat is van de gummiboom. Ja. Gummiboom. Een hele mooie verpakking ook. Op elke verpakking staat een bloem die ook echt door team Dr. Jozef zeg maar gedroogd is. Dus het is ook echt een bloem die erin zit. In ja, de foto van de bloem of de plant die erin zit zeg maar, dat is ook echt een echte foto. Dat is geen tekening of wat. Dat is echt een foto van wat erin zit. Ja. En dat gaan we binnenkort nog wel laten zien. Ja. Maar we wilden gewoon laten weten dat er een heel mooi nieuw merk aankomt. Het is ook huidsverbetering. En echt voor de mensen die meer de groene kant op willen, milieu belangrijk vinden. Precies. Ja. En het leuke is, het is ook uit passie ontstaan, Lindsay, door Dr. Jozef. Daar weet jij wat meer over te vertellen. Fijn als ik niet, zei jij, vertel. Ja. Hoe was dat? Hij was professioneel ijshockeyspeler, of ijshockeyer, noem je dat? Ik weet niet. In ieder geval iets met ijshockey. Ik vind hem goed. En dat hij een blessure, ik geloof aan zijn knie, dat ze hadden gezegd. Ja. Nee, in ieder geval had een blessure. Daar hebben ze heel veel planten en bloemen. En hij wilde niet de hele dag aan de pijnstiller zitten. Dus hij is zelf gaan uitzoeken, door middel van planten, bloemen en dergelijke, hoe hij dat kon verminderen of meer draagbaar kon maken. En vanuit daaruit is zijn passie ontstaan echt voor planten. En daar is hij ook nu echt een hele studie over gaan doen. En vanuit daar is Team Dr. Jozef uiteindelijk ontstaan. In 1986 al, hè? Dus het is al wel een tijdje. Het is ook een familiebedrijf, dus ook kinderen, schoonkinderen. Alles werkt er aan mee. Dus ik kan echt niet wachten om ermee te beginnen. Echt heel leuk. We gaan het binnenkort laten zien. Ja, maar dan is het natuurlijk wel van... we hebben natuurlijk nu drie merken, maar eigenlijk wel drie hele exclusieve merken. We hebben daar Team Dr. Jozef. Dat is dan echt een experience, dienst, echt een hele belevenis. Om mee te maken. Wij hebben daar al een stuk vorige week van mee mogen maken op de tweedaagse training. Darven is echt skin traditional. Hele traditionele, heerlijke behandelingen met een hele mooie geurbelevenis en mooi resultaat. En dan hebben we natuurlijk Reviderm. Huidverbetering, apparatuur, gewoon alles. Cosmetisch. En dat is gewoon echt de sprinter tussen de merken waar je heel snel hele goede huidverbetering ziet. Precies. Dus we hebben gewoon drie hele verschillende mooie merken, eigenlijk voor iedereen iets. Ja, ook wat wil. Ja. Vinden we zelf ook heel leuk, hè, precies. Met drie verschillende merken. Ja. Dus nou, ik hoop dat jullie ook net zo enthousiast worden als dat wij dat eigenlijk al zijn. Oh, en ze hebben hele lekkere thee. Ja, dat is wat dat heel hoort erg ook, dat komt ook bij de behandeling, want we krijgen dus ook nieuwe behandelingen. Ja. Een aantal van echt speciaal voor Team Dr. Jozef. Ja, dus dat is komt echt ook een hele experience. Ja. Dus nou, hoop je binnenkort weer meer te kunnen vertellen. Doeg!